komende maanden kan je weer genieten van Alkmaar op grote hoogte. Na eerder een klim naar de hemel op de Grote Kerk, gaat dit weekend de klim naar het Grote Raam open. Het is een mooie bijkomstigheid, omdat de steiger er toch al staat. Het zuidtransept van de kerk diende gerestaureerd te worden. En dat heeft eigenlijk ook meteen gelegenheid gegeven om gewoon een nieuw kroonjuweel toe te gaan voegen aan de kerk. Dat juweel is een gigantisch nieuw kleurrijk raam voor de Grote Kerk, ter ere van 450 jaar Alkmaar ontzet. Er is heel lang aan gewerkt door internationaal bekend kunstenares Fiona Tan. Het is gemaakt van allemaal kleine stukjes handgeblazen glas. Dat gaat echt een prachtig stuk worden als slotstuk van het 450 jaar ontzet. Vanaf zaterdag kan je met je eigen ogen de werkzaamheden aan de kerk zien. En gelijk genieten van het weidse uitzicht. Tenminste, als je durft. Het is hartstikke veilig. Natuurlijk is het wel op hoogte, dus als je echt hoogtevrees hebt, dan zou ik echt wel even twee keer nadenken of je naar boven gaat. 40 meter is hoog. Onderweg naar boven zie je natuurlijk steeds hoger, steeds meer van de stad. Je ziet de directe gebouwen hier om je heen, maar je kan ook veel verder kijken naar de duinen van Egmond en Bergen. En leer je dus heel veel over de stad, het raam en de kerk via infoborden die je onderweg tegen gaat komen.